Het wordt vandaag ook eindelijk weer 30 graden en oh, het is tijd voor pakketjes, want ik kwam thuis en er lagen natuurlijk twee pakketjes voor mij. Wij zitten al sinds 3 uur 's middags zonder stroom. Hey Pamela, hoe ga je? Super. Hoe gaat het? Leuk kijken deze nieuwe week. Het is vandaag maandag. We zijn aan het repeteren voor Liefdespel. Wel echt zo. Ik moet mijn week nog beginnen. Oh. Dit is mijn vlog. Yes. Dit is mijn vlog nu, jongens. Ja. Ik hoef niet mijn kennis al. Oh. Ja, van wat kennen ze? Ja. Van wat kennen jullie hem nog? 1, 2, 3. In het gat van het volk. Nou, het gaat heel goed, jongens. Ja, zeker goed. Oké. Okay. Nou, hoe gaat het uit? De zon is gaan schijnen. De lucht is blauw. Het hele team is bommergauw. Ik zit gezellig met Jip. Hallo. En met Soraya. Hallo. En het is heerlijk. Ja, het wordt de hele week warm. Genieten. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Ik moet ondertussen dat ik vlog even alles hier gaan afsluiten. Stijltang eruit. Lijkt me ook een goed idee. Het is dinsdagochtend en we gaan weer repeteren. We hebben vandaag muzikale repetitie voor ons zomerproject. Super veel zin in. Ik wilde dit even snel vloggen, maar ik moet nu gaan, want Soraya staat op me te wachten. Dus ja, en ik heb best een druk dagje vandaag, maar het komt helemaal goed. Wordt een fijne dag, want het wordt vandaag ook eindelijk weer 30 graden. En oh, zoveel zin in. Oké, ik ga. Joe. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En ik heb vandaag mijn cultuurgeschiedenis tentamen. Ik heb er niet heel veel zin in. Ik ben ook heel benieuwd of ik het ga halen. Maar goed, ik heb wel voor het eerst in mijn leven geen stress erover. Dat is echt voor het eerst, want normaal stress ik me altijd om toetsen. Maar nu eigenlijk niet, want ik heb zoiets van ja, ik heb 3 maanden geen les gehad. Dus ik moet het doen met wat ik nog weet uit de lessen. En meer kan ik niet echt doen nu. Dus ja, ik sta er wat dat betreft wel echt voor het eerst in mijn leven een keertje rustig in om die toetsen te maken. Ik ga het gewoon doen en dan zie ik wel wat eruit komt. Maar ik ben wel echt heel blij als het voorbij is. Ik ga vanmiddag ook lekker weer in het zonnetje liggen. Daar heb ik gewoon heel veel zin in. Dus ja, dat het maar snel voorbij is. Dus ja. Hola, het is vandaag donderdag. En ik heb zometeen zangles. Ik ga ondertussen even mijn spullen inpakken terwijl ik aan het praten ben. Dus dan weten jullie dat. Ik heb dus zometeen zangles. Mijn allerlaatste zangles voor dit jaar. Dus dat is wel eventjes pittig. En daarna ga ik even terug naar huis. Ga ik denk ik even lekker gewoon thuis chillen. Mijn vlog editen. En hopelijk doet de wifi het hier dan weer. Want ik heb al de hele ochtend geen wifi. En mijn internet sowieso is ook op. Dus ik hoop dat het straks opgelost is. En anders ga ik even vragen hoe ik dit moet oplossen. Want ik wil graag wel wifi hebben. Maar ja, ik heb dus zometeen zangles. Mijn stem zit vandaag niet heel lekker, moet ik zeggen. Maar goed, we gaan gewoon kijken hoe het gaat. Ga ik daarna dus even naar huis en ga ik vanavond met Bas, Martijn en Soraya lekker eten. Dus chill dagje. En hopelijk vanavond even een keertje een beetje op tijd naar bed. Want ik snap wel waarom mijn stem zo moe is. Ik bedoel, ik ben al echt de hele week slaap ik echt pas om 2 uur of zo. Dus ja, dat is ook gewoon niet goed. Zo, nou, het is vandaag vrijdag en ik ga zometeen even lekker naar huis. Ik ga even een weekendje lekker naar huis, want ja, de komende tijd zit ik ook gewoon hier nog. Dus dit is eigenlijk een beetje het enige weekend dat ik eventjes naar huis kan. Dus ik ga dat doen. En ik heb er zin in. Ik ga morgen lekker met mama naar het strand. En ja, helemaal top. Helemaal super. Tenminste, als het weer een beetje goed blijft. Want ik weet dat het nu zo meteen gaat onweren. Maar ja, sowieso gewoon even fijn om weer heel even naar huis te gaan. Dus ja. Dat is nu een beetje de planning. Dus ik ben nu eventjes mijn spullen aan het inpakken. En dan ga ik zo meteen richting de trein. Ik heb namelijk heel eventjes gewacht. Want het was echt bloedheet. En als het goed is gaat het zo meteen binnen een uurtje lekker omweren. Dus dan koelt het ook een beetje af hopelijk. Dus perfecte tijd om naar huis te gaan denk ik. Zo. Ik ben weer terug in mijn kamer. Mijn mama is aan het bellen beneden. Ik ben alweer helemaal buiten adem van 1 trap. Doe eens even normaal. Ik heb natuurlijk in Tilburg geen traps, ben het gewoon niet meer gewend. Het is tijd voor pakketjes, want ik kwam thuis en er lagen natuurlijk 2 pakketjes voor mij. Dus dat is altijd heel erg leuk. Ik ga eerst dit pakketje doen.
Dit is een pakketje van AliExpress. En hier wacht ik echt al, nou, echt een dikke maand op. Misschien al langer. Dus ja, maar goed, dat weet je van tevoren met AliExpress. Dus helemaal prima. Maar hij is er eindelijk. Ik heb namelijk, again, een sportsetje gekocht. En dit keer een zomersportsetje. Met een korte broek. Want dat had ik nog niet. En aangezien het echt bloedheet is, nu ook echt, is het wel fijn om dat ook te hebben als het gewoon wat warmer is. Want ik heb laatst ook een keer gesport met een lange legging aan. En nou, ja, dat was echt veel te warm. Just saying. Dus, ik heb op AliExpress een setje met een kort broekje besteld. In maat S. Ik hoop dat het past. Ik heb er een maand op gewacht. Dus, wel. Maar als het goed is, ga ik dit wel passen. Dus, kort broekje met een sport BH. Ik ben wel heel benieuwd of ik dit ga passen. Het was iets van 10 euro, tussen de 10 en 15 euro voor dit hele setje. Dus dat is helemaal chill. Nou, ik heb het bloedheet omdat ik dit moest aantrekken. Ik kreeg zeg maar bijna het topje niet goed, omdat het gewoon, ik plak en het is heet. En, maar ja, hij zit eigenlijk heel goed. Het broekje zit echt perfect. Het topje is wel lichtelijk aan de strakke kant. Maar wie weet dat dat nog wel een beetje uitrekt. Maar ja, dat is dus een beetje mijn struggle. Ik heb dus qua broekje een S nodig en qua topje een M. Ik heb gewoon best wel een beetje een brede rug. Dus dat is altijd een beetje een struggle. Maar goed, ik heb hem aan en hij zit op zich prima. Dus ja, als het een beetje klein is, houdt het tenminste wel je tieten lekker. Goed, dus dat is wel chill. Maar het broekje zit echt perfect. Daar ben ik echt super blij mee. Dan heb ik ook een pakketje van Come Get Fashion gekregen. Ik ben heel erg fan van dat merk. Ik heb ook wel vaker met hun een samenwerking gedaan. Dit is ook een samenwerking. Ik vind het gewoon echt een hele leuke website. Ze hebben altijd hele leuke trendy kleding. En ja, ik mocht weer wat uitkiezen. Dus super bedankt Come Get Fashion als jullie kijken. En ja, laten we het openmaken. Is heel erg, want ik heb volgens mij echt 2 dagen geleden gestuurd wat ik wilde hebben. En ik weet nu al niet meer wat erin zit. Dus dat is top. 1, 2, 3 items. Als eerste had ik een superleuke blazer uitgekozen. En ik, ja, dit is mijn lievelingskleur, dus ik moest hem er gewoon bij doen. En dat is deze paarse blazer. In een maat M heb ik hem genomen. Dus ik denk dat hij wel lekker oversized is, maar daar hou ik wel van. Maar ja, dit is echt mijn lievelingskleur at the moment. Dus ja, helemaal blij mee. Echt super leuk. Ik denk dat ik dit echt lekker weer veel ga dragen in het najaar. Voor nu moet ik er even niet aan denken om het aan te doen. Maar het is op dit moment 30 graden. Ik zweet me dood. Dan het volgende. Dit vond ik een heel leuk kleurtje. Dit kleurtje heb ik ook nog niet. Terwijl het echt helemaal in is de laatste tijd. Dus toen ik dit zag, dacht ik, ja, yeah, dat moet ik hebben. In de maat SM heb ik het genomen. En dat is dit super schattige fashion. Die kan je zeg maar zo wrappen volgens mij. Deze dus. Ik vond het kleurtje heel leuk. Ik hou ook echt heel erg van dit soort vestjes de laatste tijd. En dan het laatste. En dat is volgens mij een jurkje. Ja, heel cute. Het is dit jurkje. Zwart. Met hartjes zitten erop. Witte hartjes. En ja, ik vond dit gewoon een heel schattig jurkje. Ik denk dat dit gewoon een heel leuke zomerjurkje is voor nu. Dus dat is helemaal leuk. Nogmaals, super bedankt Come Get Fashion voor het opsturen. En ja, ik ben er heel blij mee. Goedemiddag. Het is vandaag zaterdag. Ik heb een jurkje aan die ik gisteren had gekregen van Come Get Fashion. En ik vind hem heel erg cute. Maar ik ga vandaag even naar, of we gaan zo meteen even naar opa en oma. Want ja, gezellig. Plus, de stroom is uitgevallen in onze straat. Dus we hebben helemaal niks qua stroom. Dus dat is aardig vervelend. Dus ja, dan gaan we maar even wat doen. Dus yay. Jongens, het is, ik weet niet eens hoe laat. Het is 10:30. Wij zitten al sinds 3 uur 's middags zonder stroom. Ik ben denk ik echt even in lange tijd niet zo chagrijnig geweest. Ik snap niet hoe mensen in de oertijd leefden zonder stroom. Ik word helemaal gek. Ik heb geen licht, ik heb geen internet, ik heb geen tv. De koelkast kan niet eens aan. Nou, echt. Ik ga nu ook maar gewoon naar bed. Er staan nog 2 Netflix dingen op die ik heb gedownload op. Dus die ga ik maar aanzetten. Ik ga mijn telefoon opladen via mijn laptop. Ik word helemaal gek. Ik zweer het, ik word helemaal gek.
Het is vannacht waarschijnlijk pas opgelost, hoop ik. Wie weet dat ik morgen wakker word en nog steeds niet heb. Nou, als dat zo is, vlucht ik keihard naar Tilburg. Joejoe. Zo, nou, zoals jullie zien ben ik weer terug in mijn kamertje in Tilburg. Ik heb eigenlijk deze hele dag niet gevlogd. Maar ik heb ook niet heel veel boeiends gedaan. Ik heb alleen toen ik hier in Tilburg was met Soraya even een rondje gelopen. Maar dat heb ik niet gefilmd, omdat we waren gewoon lekker in gesprek. Thuis heb ik eigenlijk ook helemaal niks gedaan vandaag, dus het was niet echt heel erg boeiend om te filmen. Gisteren is wel mijn vlog online gekomen over mijn vegan lifestyle, die ik nu aan het beginnen ben. En ik heb daar heel veel super lieve, leuke reacties op gehad. Dus daar wil ik jullie in ieder geval heel erg mee bedanken. En ik zal jullie lekker veel op de hoogte houden in mijn vlogs. Ik kan me even niet meer zo goed herinneren of ik dat deze vlog ook veel heb gedaan. Maar in ieder geval ben ik dat wel van plan. Want ik hoop dat ik ook mensen er toch mee kan inspireren. Ik zal nooit iemand pushen om vegetarisch of veganistisch te eten. Want ik vind dat iedereen zijn eigen keus is. En ik vind het al super goed als mensen minder in vlees eten. Dan ben ik ook echt al super trots. En dat is gewoon wel heel fijn om te horen. Maar ik hoop wel dat ik jullie kan inspireren. En jullie kan laten zien dat je heel veel lekkere opties hebt. Als je geen vlees eet of zuivel of dat soort dingen. Dus ik zal dat lekker vaak meenemen in de vlog. Zodat ik jullie daarmee kan inspireren. En ik ga nu lekker naar bed. Want ik ben heel erg moe. Dus dat, ik kan niet eens meer heel goed meer praten, want ik wil gewoon lekker mijn bedje in. Nou goed, in ieder geval wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende video. Doei doei!